mensen! Mijn naam is de Mad Luigi en 2023 zit vol met een heleboel coole games. We hebben natuurlijk bijvoorbeeld Super Mario Bros. Wonder gehad, we hebben Sonic Superstars gehad en binnenkort Sonic Dream Team. En één karakter wat we eigenlijk een beetje missen, heeft dit jaar ook een hele nieuwe game gekregen, namelijk Bomberman. Super Bomberman R2 is dit jaar uitgekomen en het was een sequel van de Nintendo Switch launch game Super Bomberman R. En deze game heeft mij best wel verrast. Nou, voordat deze video verder gaat, deze game heb ik gekregen van Konami via keymailen. Zij gaven mij de game en zeiden van, hey Matt, bekijk de game, speel hem even en laat ons weten wat je ervan denkt. En ik vind het heel erg vet dat ik nu tegenwoordig games zoals Hitman, Redfall en Bomberman games krijg van publishers en dat ik die gewoon mag reviewen. Echt, dit jaar was een hele coole verandering voor mij als een YouTuber en content creator. Ik vind het zo vet dat ik tegenwoordig dit soort legacy games gewoon krijg en mag reviewen. Nou, kleine voetnoot over deze game. Ik heb Super Bomberman R1 nooit gespeeld. Toen de Nintendo Switch uitkwam en ik Breath of the Wild had gekocht, toen wilde ik ook wel graag Super Bomberman R spelen. Alleen, ik koos ervoor om gewoon Breath of the Wild eerst te gaan spelen. En uiteindelijk ben ik er nooit aan toegekomen. En toen Super Bomberman R2 uitkwam, zag het er gewoon uit als een veel betere versie van de originele Super Bomberman R. Dus ik denk dat ik een best wel goede ervaring heb om deze game te spelen en niet de originele. In ieder geval, Super Bomberman R2 is de hele nieuwe Bomberman game van Konami. En deze game heeft mij oprecht een beetje verrast. Het heeft een story mode, het heeft online, het heeft zelfs ranked modus. Er zijn een heleboel dingen aan deze game die ik heel erg leuk vind. Nou, laten we beginnen met het kijken naar deze game. Wat is het verhaal van Super Bomberman R? The Bomberman Brothers, 8 righteous robotic lifeforms, are following a lead regarding a certain incident. We've got to do something. Guys, how are things looking on the radar? Hey! Why aren't you checking the black moon? We're gonna lose sight of it. Who do you think you're talking to? No way I'm letting it out of sight. De story mode van deze game lijkt een vervolg te zijn van de eerste game. Nogmaals, ik heb de eerste game niet gespeeld. Maar wat ik wel heel erg leuk vind aan deze story mode is de cutscenes. Deze game begint met een cutscene die heel erg mij de vibes geeft van een oude Saturday morning cartoon. Waarbij het is van, oh, we gaan op avontuur. En deze cast van kleurrijke karakters gaan naar een planeet en ze gaan daar mensen helpen. Het is erg simplistisch, een beetje kindelijk en ik hou ervan. En je hebt hier de personages die je verwacht. Je hebt natuurlijk de main Bomberman, je hebt de boze. De mooie, de slaperige, de meisjes. Wat trouwens bijzonder is, aangezien deze groep zichzelf de 8 Bomberman Brothers noemt. En het zijn 2 meisjes. Weet je wat? Ik ga me daar niet mee bemoeien. Nou, ik neem de story mode van deze game totaal niet serieus. En de characters zijn heel simplistisch. Ze hebben 1 character trait. En dat is dat hele character. En op de een of andere manier vind ik het toch wel een beetje leuk. Het is een klein beetje guilty pleasure. Het is heel simplistisch. Het is niet goed, maar het doet genoeg om leuk te zijn. Deze game heeft ook je typische... What are you talking about, Black? We're going in together. Matige voice acting. Niet matig, dat is een gemeen woord. Maar gewoon je typische Sonic the Hedgehog / Mega Man voice acting. Waarvan je er naar luistert. Het is zo van... Wait, Butterfly. Maar het klinkt gewoon op zo'n bepaalde manier dat je weet dat er video's overkomen op het internet. But where is Dr. Wily? That's a good question. Nou, het verhaal is best wel simpel. Je hebt de Bomberman Brothers en die gaan deze kleine aliens redden van de slechte aliens die ze komen overnemen. Maar de gameplay van de story mode heeft me daadwerkelijk een beetje verrast. Oké, dus je hebt deze gigantische grote area die je gewoon kan exploren als Bomberman of White, zoals die heet in deze game. Ik ga hem gewoon Bomberman noemen, oké? Het zijn geen Power Rangers, dit is gewoon Bomberman. Maar je hebt deze grote area waar je gewoon doorheen kan lopen, puzzels kan oplossen en door middel van je bommen daadwerkelijk de wereld kan verkennen. En je moet deze kleine blauwe aliens gaan zoeken en verzamelen. Ze zijn eigenlijk een beetje de collectibles. Die zorgen ervoor dat je verder kan komen in de map. En af en toe word je teruggeroepen naar je thuisbasis. En dan ga je daadwerkelijk een soort van Defend the Castle-achtige minigame spelen. De laatste keer dat ik een Bomberman game speelde, leek het op dit.
En nu ziet het er zo uit. En dit deel van de game vind ik heel erg leuk, want je krijgt gewoon een heuse map editor. En die gebruik je om gewoon je basis te verdedigen tegen de monsters. Dat doe je door middel van kanonnen neer te zetten, muren neer te zetten. Eigenlijk gewoon dingen waardoor je het moeilijker maakt voor de tegenstander om bij je te komen. Ik heb dit gemaakt. Het werkte niet. En die map editor is niet voor show. Nee. Dit ding is gewoon ook zijn hele aparte modus. Waarbij je eigen Bomberman mappen kan maken. Kan delen met mensen online. En kan spelen met vrienden. Dat is echt een hele coole feature. En ik had niet verwacht dat in deze game zou zitten. Nou, toen ik deze game opstartte. Toen zei de game tegen mij dat het bezig was met seizoen 1. En ik werd een beetje verdrietig. Want ik dacht dat dit een grote live service Bomberman game was geworden. Met seasonal content en microtransactions en weet ik het wat. Deze game heeft ook een ranked modus en het heeft een shop. Dus ik dacht van, oh nee, Konami heeft hier een live service game zoals Overwatch of Fortnite van gemaakt. Maar nee, toen ik eenmaal de shop inging, kwam ik erachter dat er geen premium currency is. Er zijn geen microtransactions. Alles in deze shop moet je halen met de in-game currency die je krijgt door gewoon te spelen. Konami heeft oprecht een klein beetje een character arc ondergaan. Want ze begonnen vorige generatie met Metal Gear Survive. Waarbij je moest betalen voor een save slot. En nu hebben we Super Bomberman R2, die gewoon in-game items heeft die je kan verdienen door de game te spelen. En over Metal Gear gesproken, ik heb meteen eventjes Snake opgepikt, want die man heeft een prachtige stem. This is Snake. En ik besloot wat ranked battles te gaan doen en dit is het beste gedeelte van de game. Gewoon ranked Bomberman spelen. Nou, als een nieuwe speler begon ik natuurlijk onderaan met ranked en daardoor kwam ik met spelers die niet heel goed zijn. En ik dacht in het begin, ik ben met bots aan het spelen. Deze gasten gaan echt op hele domme manieren dood. En toen ging ik op domme manieren dood. Nou, als het komt tot bots, heb ik nog eventjes wat extra onderzoek hierna gedaan. En het lijkt erop dat er daadwerkelijk een mogelijkheid is dat er bots worden toegevoegd aan een match online, wanneer er niet genoeg spelers online zijn. En ik heb een sterk vermoeden dat dat een paar keer daadwerkelijk is gebeurd bij mij. Nou, waarom dit is denk ik omdat de game niet zo heel veel gespeeld wordt online. Omdat over het algemeen het erop lijkt dat mensen deze game niet zo leuk vinden. En ik vind dat jammer, want online Bomberman spelen is een van de beste delen van deze game. En dit is gewoon klassiek Battle Royale Bomberman. Online met mensen over de hele wereld. En het is fantastisch. Dit is zo leuk om te spelen. Ik speelde vroeger altijd de NES-versie van Bomberman op mijn Game Boy Advance met zo'n niet heel legaal kaartje. En dat was altijd fantastisch. Ik speelde die game zoveel. En om dat nu in deze hele nieuwe game opnieuw te spelen met mensen online, dat is zo leuk om te doen. Want je moet je voorstellen, ik heb helemaal niet veel Bomberman games gespeeld. De laatste die ik heb gespeeld was op de NES en ik denk eentje op de DS een keertje met vrienden. Voor de rest heb ik geen Bomberman gespeeld. En het is zo leuk om terug te komen in de nieuwste game in deze serie die 40 jaar oud is. En te zien dat de game nog praktisch gewoon hetzelfde is, maar dan gewoon zoveel intenser en zoveel leuker. Het is zo satisfying om mensen te exploderen met je bom. En het is zo intens en hype als je dan een ronde wint. En deze game voegt daadwerkelijk wat nieuwe mechanics toe aan Bomberman. En ik denk dat een heleboel van deze dingen wel uit de originele Super Bomberman R komen. Maar nogmaals, ik heb die niet gespeeld. Maar je hebt bijvoorbeeld van als een match te lang doorgaat, dan begint de map steeds kleiner en kleiner te worden. Dus dan wordt het steeds intenser wie er gaat surviven. En daarnaast heb je de mensen die dood waren gegaan tijdens de game. Ze komen gewoon buiten de map terug en gaan vanaf daar bommen naar je gooien. Nou, één ding wat ik een beetje raar vond aan deze game was dat niemand online daadwerkelijk skins gebruikte. Zo van, ik was de enige die speelde als Daddy Snake in de game. De andere spelers hadden allemaal green, red en white. En weet je wat? Ik was net een beetje aan het haten op de naam White. Maar dat is tenminste beter dan Bomberman's originele naam. Eric and the Floaters. Zoek het op, dat is echt. Maar ik was in het begin echt in de war, want waarom speelde niemand met de coole characters? Er zitten echt een paar hele coole Konami cameo's in deze game. Alleen toen keek ik naar de stats van Snake en ik begin te snappen waarom niemand hem speelt. Een andere reden is natuurlijk dat waarschijnlijk ik met een aantal bots aan het spelen was in verschillende matches. En dat is echt heel erg jammer, want nogmaals, ik vind het online het leukste van deze game. Gewoon de standaard Bomberman gameplay met andere mensen. En het idee dat daar een heleboel bots tussen zitten is niet zozeer slecht of zoiets, omdat de bots
die cheaten niet of zoiets. Maar het is meer van, je wil met echte spelers spelen. Je wil tegen echte mensen. En het idee dat daar bots tussen zitten haalt een beetje de motivatie weg om daadwerkelijk online te gaan spelen. Nou, visueel vind ik deze game er leuk uitzien. Ik snap, deze stijl is niet voor alle mensen. Het ziet er erg simplistisch uit. Maar deze game, zeker in de adventure mode, geeft mij de vibe alsof alles speelgoed is. Een klein beetje die Link's Awakening remake / Diamond and Pearl remake stijl, waarbij alles op speelgoed lijkt. En ik ben best wel fan van hoe dat eruit ziet. En ik ga zeker niet zeggen dat deze game lelijk is, want nogmaals, ik vind de game er prima leuk uitzien. Ik ben fan van dit soort stijl games. Alleen de game is wel €50. En €50 is niet zo heel veel goedkoper dan een grote €60 of €70 game. Ik zal zeggen, ik was erg positief verrast van hoe de game eruit zag en van de story mode en de content die je hebt met het online en met de map editor. Ik denk echt dat er een heleboel is waar je doorheen kan gaan met deze game. Alleen ik zal wel zeggen, ik spreek vanuit de perspectief van iemand die deze game heeft gekregen. Ik heb geen cent eraan betaald, ik heb hem gewoon gratis gekregen van de publisher. En dat is niet het geval voor iedereen. De meeste mensen die deze game spelen, moeten gewoon die €50 gaan betalen. En hoewel ik een heleboel plezier heb met de game en ik zit erover te denken om hem fysiek aan te schaffen, weet ik niet of de €50 het helemaal waard is voor de gemiddelde persoon. Van wat ik zie is Super Bomberman R 2 een betere versie van de originele Super Bomberman R. Alleen in zijn essentie is dit nog steeds Bomberman. Persoonlijk voor mij, als iemand die jarenlang geen games in deze serie heeft gespeeld, was dit super nostalgisch om naartoe terug te gaan, omdat het me zo erg deed denken aan Bomberman op de NES wat ik vroeger altijd speelde. En ook een ding wat je in de gaten moet houden is dat het online van deze game momenteel een beetje dood is. Maar als we het hebben over de pure game die we hier hebben, ik heb er plezier mee. Ik speel hem nog steeds. Ik ben hem op mijn Steam Deck aan het installeren, zodat ik hem daarop kan spelen. Je moet gewoon kijken of deze game iets voor jou is. Ben jij een groot Bomberman fan? Hou je van Konami games? Dan denk ik dat dit een no-brainer is. Maar voor alle andere mensen, wacht er nog heel eventjes mee. In ieder geval, hartelijk bedankt Konami en Keymailer voor de gratis reviewcode van deze game. Ik zal zeggen, die online mode is veel verslavender dan ik wil toegeven. En in ieder geval mensen, vonden jullie deze video leuk? Geef dan een like, abonneer zou ook al leuk zijn. Laat me weten wat jullie denken van deze game. Ben je een fan van Bomberman? Heb je de originele Super Bomberman R gespeeld? Ga je deze game spelen? Laat het me weten in de reacties. Ik wil het erg graag van jullie weten. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Bye bye!